Happily Ever After. Er was eens in een land hier ver, ver vandaan een fotografe genaamd Dina Goldstein. En Dina was het zat dat de prinsessen in Disneyfilms altijd aan dezelfde cliché-eisen voldeden. En dat ze altijd nog lang en gelukkig leven. Altijd maar die happy endings. Dat kon toch niet realistisch zijn? Dus op een dag besloot zij een echt einde voor een sprookje te verzinnen. Waarmee ze de ogen van velen wist te openen. Ze werkte hier hard aan door. Deed onderzoek naar de stereotypering van de vrouw. En bleef haar statement maken. Maar ondertussen bleef die vervelende Disney-producent maar nieuwe films publiceren. In haar eentje ging het haar zo niet lukken. Ze stond op het punt om op te geven, totdat ze een briljant plan bracht. Wanneer ze samen zou werken met een grote groep, zou ze veel sterker staan. Ze zocht stad en land af naar de geschikte doelgroep. En uiteindelijk vond ze die. Middelbare scholieren. Met een frisse blik en creativiteit waren ze precies waar de fotograaf naar op zoek was. Ze vroeg de leerlingen om een Disneyprinses uit te kiezen. En het, ze leefde nog lang en gelukkig, te vervangen door een einde dat voor een vrouw in de hedendaagse maatschappij realistisch zou zijn. Hier maakten de leerlingen een foto van. Eerst onderzochten de leerlingen de stereotypering van de vrouw in Disneyfilms. Daarna bedachten ze wat een realistischer beeld van de vrouw in de huidige maatschappij zou zijn. Vervolgens gingen ze in groepjes hard aan de slag om dit in scène te zetten. Dit beeld legden ze vast als professionele fotografen. De foto's werden tentoongesteld en trokken veel publiek. Zo lieten de leerlingen zien dat vrouwen niet alleen maar dames in nood zijn, maar ook meerdere kanten hebben. Meer en meer mensen stonden stil bij het beeld dat Disney aan hun kinderen geeft. De leerlingen waren super trots en Dina ook. Zo stonden ze Dina bij om de stereotypering de wereld uit te helpen. De jaren hierna deed Dina nog veel meer kunstprojecten met leerlingen. En ze leefde nog lang en gelukkig. Einde.